Hey, goed dat je kijkt. Deze uitlegvideo gaat over 19.3 en ik zal een aparte video maken ook voor 19.4. Want deze twee paragrafen gaan eigenlijk over hoe ik nou glucose afbreek, of ja, eigenlijk dissimuleer inderdaad, en hoe ik daar dan dus energie uit kan halen. En dat is best een complex proces en velen van jullie gaven aan, ik wil dit even op mijn gemak kunnen terugkijken in mijn eigen tempo. Dus vandaar deze video. Laten we eerst eens kijken hoe we dat gaan doen. Met anaerobe verbranding. Dus dat is verbranding waarbij geen zuurstof nodig is. Nou, het leerdoel eigenlijk wat je vooral goed moet bijhouden als hoofdlijn is dat je weet op welke manier ATP zorgt voor de overdracht van energie. Want ik laat dat nog even kort zien. En welke andere alternatieve bronnen we kunnen gebruiken daarvoor. Want niet alleen ATP, maar je zult ook NADH, H+ tegenkomen bijvoorbeeld of FADH2. En een ander leerdoel daarbij is dat je iets moet weten over melkzuurgisting en alcoholgisting. Het eerste leerdoel. Even kort voordat we echt diep op induiken. We gaan energie maken. Glucose zelf is meer een voedingsstof, is niet echt de energie. De energie namelijk, dat krijg je doordat je ATP maakt. En ATP staat voor adenine-trifosfaat. Dus A is adenine, T is tri. En P is dan fosfeet in het Engels, dat is met een P. En dat maak je vaak bij de mitochondriën. Prokaryoten kunnen zonder mitochondriën leven, maar die hebben wel exact dezelfde eiwitten die ze gebruiken om uiteindelijk die ATP te maken. Nou, daarover zul je later veel meer zien. Wat je even moet weten aan dit molecuul is, hier heb je die adenine, excuus hier, in het blauw. En daar hangen eigenlijk drie fosfaatgroepen aan, vandaar ook de naam. Deze laatste fosfaatgroep die heeft heel veel energie. Want fosfaat is negatief geladen en dan nog een negatief geladen groep en dan nog een negatief geladen groep eraan. Je voelt dan negatief en negatief stoot elkaar af. Dus overal waar ik die ATP maar ook naartoe gooi, die fosfaatgroep wil liever op ieder ander molecuul zitten dan hier. Eigenlijk is, zo moet je dat zien, hè? Die fosfaatgroep is eigenlijk heel ongelukkig op dit molecuul. En die is super negatief geladen. Je kan hem ook simpeler zo zien. Zie je? Je hebt nu drie groepen. En waar ik die groep ook tegenaan gooi, die vliegt er echt vanzelf al af. Dat is niet zo heel moeilijk. Die klikt dan dus op een ander molecuul. En ja, moleculen hebben ook allerlei zijbindingen. Weet je nog? Met al die eiwit, die ketens. Die vouwen op een bepaalde manier. Als ik daar een negatieve groep tegenaan gooi, dan vouwt een eiwit vaak heel anders. Dus je kan eiwitten echt van vorm veranderen. Door die ATP te gebruiken. En daardoor zijn er allerlei chemische reacties mogelijk in je lichaam. In Binance heb je gelukkig hier een tabel voor. Over energiedrager. Hier zie je een acetylgroep. Ja, coenzym A. Kijk hoe ingewikkeld het er allemaal uitziet. Wat is nou het belangrijkste om te onthouden? Deze hieronder, die ken jij. ATP. Die heb je nu net gezien. Adenine. En hier zitten zo die drie fosfaatgroepen in. En als ik nou die laatste fosfaatgroepen afgooi. Dan heb ik dus ADP. Adenine. Die fosfaat, zie je nog maar twee fosfaatgroepen. En die laatste fosfaatgroep is nu los. Die kan ik op een ander molecuul gebruiken. Schrijven we wel eens op als PI. Dat kleine i'tje staat voor inorganic. Anorganisch fosfaat. Het is nu geen organisch molecuul meer. Gewoon een losse fosfaatgroep is dat dus eigenlijk. Je hebt ook andere groepen. Kijk, de details zijn eigenlijk niet zo belangrijk. Als je maar steeds weet welk van de twee die energierijke vorm is. En hier heb je NADH, H, schrijven ze het wel eens zo op. Kijk, hier zien het. NADH, H+. En de niet-energierijke vorm is NAD+. Want wat gebeurt er? Dit rondje hier, kijk, daar zit eigenlijk, dat rondje hier is een fosfaatgroep. Dus als die energierijk is, zit er wel een fosfaatgroep. En als die energiearm wordt, laat die fosfaatgroep los. Dus die energie draag je dus over door met die fosfaatgroep rond te spelen eigenlijk, van molecuul naar molecuul. Hier zie je nog een keer één overzicht, zodat die hopelijk duidelijk wordt. Hier heb je ATP met drie fosfaatgroepen. En hier heb ik ADP, dus difosfaat, want ik heb er maar twee fosfaatgroepen. En een anorganische fosfaatgroep, inorganic fosfeet. Hier is een molecuul is dus heel erg rijk aan energie. Hier is het molecuul niet meer rijk aan energie. Hier kun je hem ook niet meer gebruiken om andere moleculen van vorm te laten veranderen. Zo. Die tweede fosfaatgroep valt er niet zomaar af. Via een hydrolyse gebeurt dit. Dus je hebt wel water nodig. Maar goed, je bent zoveel procent water. 70%. Ja, sommige bronnen zijn net een iets ander getal. Maar je kunt je voorstellen in het cytoplasma, dat is gewoon een oplossing. Daar is water wel voorhanden.
de lading die vrijkomt, verandert dat eiwit dus van vorm. Kijk, een heel mooi voorbeeld vind ik zo'n natrium-kaliumpomp. Kijk, hier zie je dus de natriumionen, die gaan weer naar buiten. En de kaliumionen komen vanaf de buitenkant van de cel. Kijk, die komen dan weer naar binnen. En hoe komt dat? Je ziet hier dit gaatje. Kijk, zag je dat ATP? Je had ook drie fosfaatgroepen. Het gaat heel snel op dat gifje. Maar er blijft echt een fosfaatgroep achter. En omdat dit negatief geladen wordt, hier zit een positieve zijgroep. Dus die trekken elkaar dan aan. En heel die poort gaat letterlijk zo. Hetzelfde ging met dat myosine. Weet je nog dat die kettingen, die tropomyosine, dat die aan de kant moest voordat dat kopje erop kon? Eigenlijk is dat ook gewoon omdat ATP dat de hele tijd doet. Je wilt nou echt niet de details van deze bewegingen moeten kunnen zien, maar ik hoop wel dat je begrijpt hoe dan die negatieve fosfaatgroep kan zorgen voor die fosfaatgroep. Nou, het grote hoofdonderwerp van dit verhaal die je in je hoofd moet houden is: stel we gaan bijvoorbeeld sprinten. Je knalt superhard vooruit, zo hard als je kan. Je verbruikt alle energie in je spieren. En daarvoor hebben we deze tabel. BNAS 90A. Kan ik veel beter zeggen, die E is niet nodig. Je ziet in de eerste seconden, kijk, want op de X-as staat de tijd in seconden. In de eerste seconde gebruik ik eerst meteen mijn ATP. Maar moet je kijken, die is meteen al na, nou, wat zullen we zeggen, 5 seconden is die op. Daarna moeten we andere vormen gaan gebruiken, want alle fosfaat is dus al losgekoppeld. Energie is weg. Je kan eigenlijk nu niks meer, tenzij je voor een andere strategie gaat. En dat is dus precies wat we gaan doen. We gaan daarna over namelijk op creatinefosfaat. Zie je dat? Creatinefosfaat en ADP. Want dan kan ik weer terug naar ATP. Hoe werkt dit? Je hebt in je lichaam creatine opgeslagen. Creatine is gewoon een molecuul. Kijk hoe lelijk. Dit is geen scheikunde, maar biologie. Dus ik heb dit schematisch weergegeven als het molecuul. Maakt niet uit hoe die er precies uitziet, maar weet, het is een molecuul en er hangt een fosfaatgroep aan. Die fosfaatgroep van dat molecuul, kijk, die klik ik zeg maar letterlijk aan mijn ADP. Zie je dat? Dus die fosfaatgroep klik ik hierbij. Kijk, en daardoor gaat die ADP wordt dan weer een ATP. En de creatinefosfaat wordt dan gewoon creatine. De fosfaatgroep is dus weg. Ja, wat heeft hij nou, wat is dit nou weer voor onzin, zou je denken? Want dan kun je toch ook net zo goed ATP gebruiken. Nou, ATP kun je maar zoveel opslaan. Alle ATP heb je al opgebruikt. Dus het is een soort van backup-strategie dat als alle ATP weg is, dat je nog een soort extra voorraad van fosfaat aan die creatine kunt koppelen. En werkt dus goed tegen verzuring, ook in je spieren kun je net wat langer door. En misschien ken je dat van die poedertjes van mensen die echt aan bodybuilding doen. Die willen ook heel graag die creatine hebben. Maar ook die creatinefosfaat, kijk, de eerste 30 seconden heb je er wel heel wat aan. Maar ook dan valt die weg. En eigenlijk dan, vanaf dan, ben je aangewezen op glucose. Zowel de groene als de rode lijn. Eén verbranding is anaeroop en de andere verbranding is aeroop. Nou, daar gaat deze basisstof over. Vooral over de groene lijn eigenlijk. We gaan kijken eerst hoe dat anaeroop werkt. We moeten dus nieuwe ATP gaan maken en dat gaan we via de verbranding doen. Normaal, de formule van verbranding, deze ken je misschien, is glucose plus zuurstof wordt water en koolstofdioxide en energie. Leer je wel eens. Eigenlijk is het dus glucose en zuurstof en dan 38 ADP met de losse fosfaatgroepjes, dus ook 38 pi. En die klik je dus aan elkaar tot 38 ATP. En water en koolstofdioxide is gewoon restproduct. Nou, dit adem je gewoon weer uit. Als je te veel water hebt, kun je het uitplassen. Maar op zich, vaak kun je wel wat met water. Maar dit is dus de aerobe verbranding. Want om deze 38 ATP te maken, heb ik wel zuurstof nodig. Nou is er een probleem. Die zuurstof, die heb je niet zomaar als je superhard gaat sprinten vanuit het niets. Want zo moet je het echt zien. Hè? Je stond daar in de startblokken. Go, je gaat. Misschien weet je nog van paragraaf 1 en 2, als die spieren zo in elkaar schoven, die actine en myosine zo, al die bewegingen van zo'n kopje, dat kost een ATP. Dus het gaat echt super, super snel. Je moet echt heel veel ATP bij gaan maken. En dan kun je niet op je gemakje even wachten op de zuurstof. Dus je trekt hem zo snel leeg, eigenlijk, die ATP, dat de zuurstof meteen eigenlijk al opraakt, dat beetje wat je hebt. Je lichaam heeft wel een soort van oplossing, even, wat het probeert, want je gaat sneller ademen. Je hartslag wordt sneller. Eigenlijk ken je het wel, dat hele fenomeen als je hard gaat rennen. Maar zelfs dan, die zuurstof komt niet vanzelf in je spieren in, helemaal tot in de diepste lagen en ook alle spiercellen, alle spiervezels. Dus je zult niet genoeg zuurstof hebben.
niet zoveel als dat je zou willen. Dus je kan niet op je gemak daarop gaan wachten. Dus dan heeft het lichaam een backup strategie. Dan gaan we ATP maken zonder de zuurstof. Dat is de anaerobe verbranding. Anaeroob is dan betekent zonder zuurstof. Hier zie je het hele overzicht van de verbranding. 38 ATP kun je maken, waarvan 2 maak je in het grondplasma, in het cytoplasma, vind ik een mooi woord. En 36 daarvan maak ik in het mitochondrium. Die mitochondriën die hebben zuurstof nodig, dus dit is aeroob. Dus dat hele proces van die mitochondrium kan ik niet gebruiken, want die zuurstof heb ik niet. Als ik echt ga sprinten, ik heb geen enkele mogelijkheid om daarbij te komen. Dus ben ik aangewezen, helaas, op dat deel in het cytoplasma. Dus ik zit uiteindelijk 1 glucose zet ik om een pyrodruivensuur en daar krijg ik 2 ATP voor. Dat is dus ook de hele conclusie. Wij kunnen 2 ATP maken. Je voelt al aan, ja, dat is toch dom. Ik kan, als ik een beetje met die zuurstof kan ik er 38 maken. Dat is toch veel handiger? Dat is ook precies waarom je lichaam altijd, het zal automatisch wel lukken als je zuurstof hebt. Het is ook veel efficiënter voor het lichaam om dan de aerobe desimilatie te gebruiken. 1 glucose omruilen voor 38 ATP. Je hoeft niet een zware econoom te zijn om te snappen dat dat een veel betere deal is dan 1 glucose voor maar 2 ATP. En toch moet ik het doen omdat er gewoon geen zuurstof is. Dus ik kan of een slechte deal doen en dan maar 2 ATP. Kan ik wel door blijven rennen of ik zou letterlijk zo meteen neervallen? Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Dus dan gaan we toch maar zonder zuurstof doen. Hoe werkt dat? De anaerobe desimilatie. Oh, ik heb het hier fout staan. De anaerobe desimilatie is dus glucose. Dat wordt 2 melkzuur. En voor de beeldtankers, kijk, ik vind het fijn om dit te visualiseren. Glucose is een molecuul met 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstofatomen. Noemen we ook wel eens C6. En die, eigenlijk breek ik die door midden en dan heb ik 2 C3 moleculen. En die 2 C3 moleculen, kijk, je ziet ze ook 2 C3 H6O3. Dat is echt precies de helft van de glucose. En die noem ik melkzuur. Dit is bijna scheikunde, een beetje biochemie. Want je ziet, melkzuur heeft een hele bijzondere groep aan het eind. En dat is deze. Een C-dubbelgebonden OOH. Waarschijnlijk ken je dit van scheikunde en denk je, hé, dat is een zuurgroep. Nou, dat is dus precies wat er gebeurt. De pH in je spieren daalt, omdat je letterlijk zuur aan het maken bent. Dus je spieren verzuren. Dat heet dus ook echt zo voor een reden. Dat beetje extra ATP, dat wordt gevormd. Dat is leuk, maar je krijgt er wel melkzuur voor terug. En nadeel is, die melkzuur kun jij niet opruimen in je spieren. Dat kun je niet afbreken. Dus de melkzuur zal langzaam op gaan hopen. Je spieren gaan dan dus moe worden en als er te veel melkzuur is, dan werken die myosinekopjes en zo allemaal niet meer. Want alle eiwitten en zo, die zijn ook afhankelijk van pH en van temperatuur. Maar in dit geval ook echt wel de pH die dus verandert. Dus je spieren werken minder goed. Ga maar na, als je met spijkerbroek hangen zo zou blijven hangen of aan een paal. Je kan niet eeuwig blijven hangen. Op een gegeven moment worden je spieren te verzuurd en dan moet je wel loslaten. Dus dat is melkzuur, dat hoopt op. Het kan alleen maar weg. Als je het vervoert naar de lever. De lever breekt altijd alles af. Dus de manier om verzuring te voorkomen is om een hele goede bloedaanleg in je spieren te hebben. En misschien weet je dit ook nog van de vorige paragraaf. Vooral marathonlopers hebben altijd heel goed doorbloede spieren. Dat is dus ook om die verzuring tegen te gaan. Die zijn supergoed in het afvoeren van die melkzuur constant. Want ook als je op je gemakje aan het lopen bent, je zult altijd een klein beetje melkzuur hebben als je aan het sporten bent. Dat blijft op de achtergrond de hele tijd doorgaan. En dat wil je niet, want dan kunnen je spieren minder goed werken. Dus hoe beter jij traint op lange afstand, hoe beter doorbloed die spieren worden. En hoe beter jij je melkzuur kunt afvoeren. Dat kan dus alleen als je echt zo'n duursporter bent. Dan worden je spieren niet groter, maar wel beter doorbloed. Kijk, je lever, hier zie je het mooi in een overzicht. Die kan uiteindelijk de melkzuur weer assimileren tot glucose en dan heb je er weer iets aan. Kost alleen wel weer een hoop energie. Dus dit is alleen maar goed op de korte termijn. Dit is echt puur het soort backup-strategie om toch te kunnen blijven rennen. Probeer dit vast te houden als algemeen verhaal. Dan ga ik in een volgende video, in deel 2, ga ik wat meer op de details duiken van wat er dan precies gebeurt, waardoor ik nou ATP krijg door de vorming van dat melkzuur.